Dag iedereen, welkom bij de boodschappen van licht voor maart 2022. De maand maart staat in het teken van vernieuwing. Op 20 maart is het officieel lente. En dan vieren we ook Pasen. Hoewel dat nu een christelijk feest is, was het oorspronkelijk niet het geval. Er was een Keltische traditie waarbij de lente werd gevierd en daarbij de lentegodin Ostara. Haar naam is wat we nu nog horen in het woord Easter in het Engels. Dus zoals ik al zei, de lente is het moment om nieuwe projecten, nieuwe doelen te beginnen, je creativiteit te laten stromen. Als je je afstemt op de natuur, dan voel je al hoe alles zich in de knop begint te zetten, aan het borrelen is en begint te vernieuwen en groener aan het worden is. Dus laat je meestromen in deze energie en het zal u veel vreugde en vooruitgang schenken. Boodschap voor tweelingen. Het leven brengt u opnieuw veel vreugde. U voelt het leven terug opborrelen. U voelt de lente al in uw bloed. Het doet u verlangen naar ondernemen, vooruitgaan, contacten leggen en plezier beleven met anderen. Het is tijd inderdaad om vanuit het geslotene te komen, vanuit de opsluiting, vanuit het huis en voorwaarts te gaan, naar buiten te komen, op avontuur te gaan en de wijde wereld te verkennen. Het is opnieuw mogelijk dit te doen. Wij zeggen, kies wat u wenst te doen. Ga waar u het meeste vreugde vindt en deel dit met anderen bij wie u zich super goed voelt. Dan zal u nog dubbele vreugde kunnen ervaren. Dus kom uit uw woning en ga terug naar buiten en geniet ervan. Dank u voor het kijken. Mocht u zelf eens een persoonlijke sessie willen met mijn gidsen in verband met vragen over uw leven, uw relaties, uw werk, uw inkomen, uw familie, dan kan u altijd een sessie boeken bij mij. U vindt alle info daarvoor op mijn website www.sterrenlichthealing.be. Dank u en tot de volgende keer. Dag!